Goosenaars, de man van team Hoboken, deze twee vooraf in Huus Wezel, dames en heren. Hij heeft de eerste training wachtgesleept. En hier het peloton. Het peloton onder aanvoering van Hermans Zino, van Bio Abrico, de Alcurium Sportief. Hij is vooraf de invasie in Amerika, volgt op 16 seconden. Van de 3. En we zijn bij Rilas Jacob. Hij komt uit Zwijndrecht, draagt nummer 53 in deze wedstrijd op vooraan. Dit hartverslag Lomber, die komt uit Gelrode. Gelrode bij Aardkot, plaats nummer 63 mee. Ik heb 168 ook bij die keurig mee vooraan. Sven de Witte, en dus uit de buurt van Sinterklaas. Dat zijn onze drie kommelen met een kleine kloof. En hier het peloton die proberen om die hoekjes te halen. Met de stijgen van hand in hand bal. Van het glimmeren, meen ik. En dus hij aan commando in het peloton en probeert om die rest te gaan dikken. Samen met de andere seingevers en politiediensten voor de veiligheid van onze renners vandaag. Hier hebben we zien hier het vriendje met zijn tweeën die proberen om wat tijd te pakken. En deze gaan nummer 59, meen ik. 59 van hieruit. We zien dus de snelste man die 6 euro aan in Wiltje de Tom. Dus hij mag straks de kassa passeren.
15 seconden is de achterstand. Van de voedingswaren Broxy de Lense vestiging in Betekom. En daar zijn ze met z'n tweeën. De laatste melding was 34 seconden. Wat betreft de voorsprong van deze twee leiders op het einde van die vijfde ronde met nog vier ronde wedstrijd. Paul Leemans is de chauffeur, dames en heren, van het Dirkomwagen. En Emiel Havers zorgt voor de commentaar en doet dat goed. En we kijken nog wat achter ons en we zien voorlopig nog niks toekomen. Nog niemand te bespeuren hier in die laatste lijn. Toch wel, dus oppassen, daar komt beweging. De groep die komt afgestroomd hier naar de passage. Trouwens ook, zij hebben het einde van de vijfde ronde met nog vier ronden af te leggen. Momenteel bedraagt de achterstand 38 seconden. Achterstand 38 seconden voor een proton met volley. Maxim aan commando. Klaarhouden voor de premie van 6 euro hier bij de passage. 6 euro te verdienen, nog 3 ronde wedstrijd. Nog 3 ronde. En we zien dus weermaals nummer 59. De snelste hier bij de passage, Wilgen Tom. Dus hij dus weermaals mag straks langs de kassa passeren om die 6 euro te innen. Gestonden door de organisatie uit Vliegen Tweet. We zijn benieuwd, dames en heren. Die mannen in de achtergrond, dan net op 38 seconden. Of we deze van die afstand hebben afgepeuzeld hier in die laatste lijn zou best kunnen. En momenteel staat de klok hier op 27 seconden. We zien daar de peloton aanstormen hier om de doortocht te nemen. Ook voor hen dus met nog drie ronde wedstrijd. Achterstand 37 seconden voor de kop van het peloton. Nog drie ronden. Aantal plateau nog drie ronden. Dat was de laatste melding van Telecomwagen. En nog de twee ronde wedstrijd. Nog de twee ronde. Bij de volgende ronde krijgen we weermaals een premie van 6 euro. En het zijn de lijsten van Balen Bicycle.
zie het heft in handen neemt en hier het tempo aanvoerde. Hier net bij de passage. En je zou kijken naar die groep uiteraard die wat aan het achteren zijn. Wat ze zijn nog in petto hebben vandaag hier op de tweede ronde van de Den. En dat zijn ze, het peloton. Ik zie momenteel 40 seconden hier op het scherm staan aan de radiowagen. Dus de peloton toch nog niet afschrijven hoor. 48 seconden. Jan Jacob van het team Hesse-Zuiderkempenon uit de Perklaar. Het peloton leidt hier bij de passage. Proberen om die achterstand weg te werken. De laatste ronde halen vandaag hier in Rosselaar komen in die laatste lijn hier ondertussen naar de passage toe hier in het centrum van Rosselaar en dan nog één rondje voor de wielen geschoven met dan net nog een kloof van om en bij de 50 seconden hier nog één rondje en we zien nummer 51 die het snelst wordt hier bij de passage zijn de lijsten. Dus hij mag straks naar de kassa passeren om die 6 euro in ontvangst te nemen. Wat betreft die premie hier net geschonken door de organisatie. Het vliegend wiel, dan is dat kijken, dames en heren, naar onze mannen in de achtervolging. Daarnet was al een tweetal, hebben er meer informatie over gekregen, die een kleine voorsprong hadden. Op dat peloton is het nog zo. We gaan moeten wachten tot hier dadelijk bij de passage. Maar ook zij dus zich aan het klaarmaken voor de doortocht hier in het centrum van Rosselaar. Met ons ook nog één rondje voor de boeg hier dadelijk bij de passage. We gaan gaan komen, we kijken naar de chrono. Voilà, 1 minuut is er al verstreken hier ter hoogte van de reportagewagen. En ze moeten nog passeren tot bij ons hier. Hier zijn ze, dames en heren. Ingang laatste ronde. Achterstand 1 minuut en 8. 1 minuut en 8 is de achterstand van het peloton. Dus vooraan met onze twee kompanen, met Lijs en Senne. Lijs en Senne dus. Hij vooraan en hij wil kunnen tonnen met. Mogelijk uiteraard en proberen misschien er straks uit te komen. Wie weet, dames en heren, we gaan het kunnen kijken. We kijken dadelijk hier in de finishzone. Met z'n beide hier naar die laatste rechte lijn. Oké, en ze komen aan, dames en heren, hier in de finale. We zijn benieuwd wie hier staken naar die toe. Yeah.
man de ander, dames en heren, Sennelijnse. Hij haalt primus vandaag in Rotselaar. En de man uit Luxemburg, verdienstelijke rijden. Zeker en vast, Tom Gutjen, als verdienstelijke tweede vandaag hier in de gemeente Rotselaar. De vragen aan jullie, dames en heren, altijd wijzen. De baan vrij te houden, want die groep die moet nog komen. En die gaan dadelijk hier gaan passeren. Houd er rekening mee. En we zien dat de peloton... in deze finale die het beste van zichzelf hebben gegeven, dames en heren. En dus Burens Cedric, hij de snelste van de peloton, had een paar lengte voorsprong hier op die grote brug.